Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video van Onderweg bij Johan. Het is echt een prachtige dag vandaag. Het is 9:30, het is nu al 36 graden. Daar zijn wij dankbaar voor. Hebben jullie dat al gedaan? Dankbaar zijn? Nee, nog niet. Doen we het even samen. Ik ben dankbaar voor deze mooie nieuwe dag. En ik ben dankbaar voor alles wat deze dag gaat brengen. Voor al het moois wat deze dag gaat brengen. Als je daarmee begint iedere dag, moet je eens kijken wat er gebeurt. Wil je iets veranderen in je leven? Begin dan eens met dankbaarheid. Maar hier is die dan. De lang beloofde en lang verwachte V8 vlog. We hebben 3 V8's van stal gehaald. Hallo! We hebben gisteren al een feestje gehad, ze zijn allemaal een beetje brak. Maar dat maakt niet uit, dat mag de pret niet drukken. 3 bergpaarden uit de stal van Henke. De 770 van Tony. De 500 van Job. En natuurlijk de 143. Hè? Ja, dat is wel een, dat is geen werkpaard. Die staat echt op stal, dat is een luxe paard. En daar is de onderweg van Johan. Als jullie mochten kiezen, hè? Die halen we er even af. Die doen we even niet mee zo. Als jullie mochten kiezen dat je 1 dag met zo'n auto op pad mag, welke zouden jullie kiezen? Dat is wel een lastige keuze, het is allemaal wat. Ik zou ook voor die gaan. Even een dagje met die. Super gaaf. Wat willen jullie? Wat zouden jullie mooi vinden? Laat eens weten in de reactie onder deze video. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Zullen jullie eens bij deze even kijken? Dat is de nieuwste die we hebben. 770, een zwaardere Scania is er niet. Dit is wel een mooie auto hoor. Een klein beetje uitleggen hoe dat tot stand is gekomen. Vorig jaar bestond Henke 90 jaar. Het hebben de eigenaars van Henke hebben hunzelf een cadeautje gedaan. Daar hebben ze deze Scania aan geschaft. Het is een beetje oldschool, ouderwets. Samen met die trailer, dat zullen we straks wel zien, hebben ze een beetje opgebouwd. Een pijp, jongen. Kijk eens. Kijk dit eens. Die ga je straks wel horen. Bijna al onze auto's staan op Alcoa velgen. En hier zitten nog stalen velgen onder. Ouderwets opgebouwd. Tandemstel, de achterste kan je liften. Ah, zo mooi hè. Tranenplaat helemaal dicht. Mooi dikke bumper. Er is al een hoop van afgesneden, maar er staat bloedlijn 1. De DAF die we de vorige keer gefilmd hebben, dat was bloedlijn 2. En dan de volgende nieuwe auto die komt, dat wordt dan bloedlijn 3. Enzovoorts, enzovoorts. We lopen een gauw klein rondje. Het is ook dat hoor. Maar die doen we zo meteen. Dan gaan we zo die trailer aankoppelen. Dan gaan we rijden. Deze auto hebben dit dagelijks.
dit zijn toch wel de mooiste, hè? De oldtimers. Dus kijk hoe die opgebouwd is, jongens. Prachtig. Oldschool Deense bumper. Jansen gaat hem even aankoppelen, dan gaan we een rondje rijden. Goh, wat klappert de ding, hè? Goh, ik vind het prachtig, jongens. Kijk, ik ben nu gewoon even met auto's aan het spelen, maar er zijn natuurlijk jongens die dagelijks dit werk ermee doen. Dat is toch prachtig, of niet? Om een geladen trailer erachter te doen, dat is natuurlijk wel dik, hè, want dan hoor je hem echt brullen. Maar ja, de schotel staat niet helemaal goed, dus er past geen trailer achter. Dus helaas, we gaan alleen even een lostrekker rijden. Maar dat is ook leuk. Hoi. Hoi, joh. Dit is wel ouderwets instappen, hè? Hij is ook een oldschool grijze plus. Is die bekleed? Over alles, hè? Dat is een mooi man. Ja, ik hou ervan, hoor. Kijk eens. Jaren geleden dat ik met zo'n ding heb gereden. Ah, dit is toch mooi, ouderwet schakelen. Schitterend. We mogen fluiten. Dit, jonge kijkers, dit is een versnellingspook. Kijk, schakelen. Wil zit hier aan het stuur, maar dit is nog mooier. Moet je horen hoe dat loopt, jongens. Kijk, de klep nog uit, hè. Loopt dat mooi, hoor, zo'n oldtimer. Kom, even de versnelling zoeken. En met zo'n auto is het wel werk, hoor. Kijk eens roken. Oh, zo leuk. We zijn vandaag gewoon aan het spelen met auto's. Rustig op het tunneltje af. Trek hem daar even open.
ik wou nog eens schakelen, maar ik krijg geen versnellingen meer. Dit is zo leuk, ik zit echt te genieten. Prachtig is dit. Oh, dan moet ik opletten hoe ik moet schakelen. Ik moet die turbo horen fluiten. Zo mooi dit. Kijk, en dat kan wel, hè, bij een handgeschakelde bak. Dan kan je tussengas geven. Bij een automaat gaat dat niet. Maar hij is ook niet begrensd. Trek hem zo door naar 100. Oh, 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 oh. Mensen, is zo'n mooi speelgoedje. Dit is mooi speelgoed. Hoor hem hoog. Scania 143. Super. Maar kijken jullie eens even. Die hebben we hier hebben staan. Daar is die hoor. Hij staat in de truckstar onder rubriekje jong. Een collega, ik zeg niet wie, heeft hem een keer opgegeven. En hier staat hij. We hebben net een hoop geweld gehoord, maar dit is er ook eentje hoor. Details, hè? Moet je je voorstellen dat de chauffeur iedere dag gewoon met deze auto op pad mag gaan. Dat is toch een jongensdroom, maar niet. Ik zou het nog sterker vertellen. Job was denk ik 17, toen was de Hero Heftruck chauffeur bij Henke. En in de periode dat hij heftruckchauffeur was, heeft hij al zijn rijbewijs gehaald. Arjan, andere collega van ons, die zou een nieuwe auto krijgen en Job zou deze overnemen. Maar de auto van Arjan was al eerder als dat Job zijn rijbewijs had. Dus deze auto stond gewoon met trainer en al in de hoek te wachten totdat Job zijn rijbewijs had. Job was nog geen 18, hij heeft zijn rijbewijs en mag dan als eerste auto, als chauffeur, mag hij hierop beginnen. Dat is echt de jongensdroom. Dat zijn maar een paar mensen gegund. Super gaaf. Trailer staat aangekoppeld. Let's go!
deze trailer is goed geladen, dus die horen we zo wel. Hoi! Je komt erop hoor! Nou, daar gaan we! Van die turbo. Mooi in het schakelen. Het blijft toch zo'n mooie schakelen. Dit is nou echt vrachtwagen rijden. Hoor eens hier al, jongens. Even stoppen, we gaan gewoon even overnieuw beginnen. Here we go! Schitterend! Ah, dit blijft mooi, jongens, te schakelen. Blijf mooi schakelen. Heyo.
KNL 500 naar open pijp. Oh, daar zit hij. Super! Als jullie deze truckstand nog niet hebben, bestel hem dan. Hij is al wel wat ouder, maar je zal hem vast nog wel ergens kunnen krijgen. Er zit een QR-code in. Als je die scant, dan zit er ook een leuke video van hem bij. David, goed bezig jongen. Nou, dat waren echt de drie werkpaarden bij ons uit de stal. Schitterend. Maar dan hebben we er eigenlijk nog eentje. Zullen we het gewoon doen? Ja, we gaan het gewoon doen. Kom op. Ja, die zit er niet. Deze klappert niet zo hard als de voorgaande V8's. Maar hier komt het geluid van boven. Hier zit een hele zware, tof geluid in. Ook heel mooi. Oh, even rustig door de bocht, anders moet ik hem niet maar nog stapelen. Dan zal ik hem niet aandoen. Deze wil ook wel hoor. Lekker om het tunneltje door. Hij klappert niet zo hard als de 500 van Job. Maar dit is ook wel echt wel een mooi geluid hoor. Dan ga ik even heel hoog schakelen, dan ga ik hem van heel onderuit halen. Ja, die wil ook al hoor. Heerlijk geluid is dat. Oh, mijn dag is goed mensen. Mijn dag kan niet meer kapot. Zo, doe even dat bootje aankoppelen en gaan we straks lekker op het water. Ik heb hem even aangekoppeld. Dokkie 25 moest ik zijn. Kunnen we voor mij laaien. Nou mensen, dit was de V8 vlog.
Och, ik ben helemaal enthousiast vandaag. Ik vond het zo leuk. Mijn dag kan echt niet meer kapot. Schitterend om zo de dag te beginnen. Wat een geweld allemaal, hè, die V8's. Nou, als je dit nou gewoon niet leuk vindt en je wil het anders zien, doe dan een duimpje naar beneden. Dat mag, hè, dat maakt me echt niet uit. Maar goed, ik denk dat de meesten dit wel leuk vinden. Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer ook gelijk even, als je dat nog niet hebt gedaan. Even een accountje aanmaken en dan kan je abonneren. Laat even een reactie achter waar je ervan vond. Ik heb mijn eigen echt vermaakt vandaag. De rest van de jongens ook. Het was gewoon echt superleuk. Het is gewoon leuk om even een ochtendje met vrachtwagens te spelen. Zo moet je het zien. Het is gewoon vrachtwagens spelen. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ik ga eruit met een big smile. Deze smile die gaat er vandaag niet meer af. Dit trouwens, hè, is het hele spulletje. Dat is wel super gaaf spul ook, hè? Nee, niet goed. Niet goed, Dani. Dit spulletje trouwens, hè, is ook wel in vrachtwagentaal super dik om te zien, hè? Moet kijken, jongens. Er is een chauffeur die mag hier dagelijks mee werken. Dat is Henny, 25 jaar in dienst. Maar deze trailer is pas een week of 4 oud. Jong. Compleet. Super mooi spulletje. Wat een firma, jongens. Prachtig. Uniek. Iedere dag dankbaar dat ik bij zo'n bedrijf werken mag. Zo, ik moet even snel naar de andere hoek. Moeten we filmen. Deze smelting gaat er vandaag niet meer af. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende video.